Ik ben Diede Boerman van de Universiteit Twente en ik ben van de organisatie van de Red Engineers Challenge. Ik ben Anouk de Groot, ik studeer op Saxion Forens Onderzoek en ik ben ook van de organisatie van Red Engineers. Wij organiseren met de Red Engineers Challenge vandaag de finale dag. De Red Engineers Challenge houdt in dat kinderen eigenlijk al vanaf een jongere leeftijd zich bezig kunnen houden met wetenschap en techniek en dan in een maatschappelijke context. En wat is nou echt het doel van deze challenge? Om problemen aan te pakken die spelen en daarmee bijvoorbeeld in de toekomst beter voor het klimaat bezig te zijn. En wat gaan ze concreet doen vandaag? Ja, ze hebben de afgelopen weken of maanden eigenlijk innovatieve ideeën, creatieve ideeën bedacht om een oplossing te vinden voor water- en klimaatproblemen in de wereld. En zij hebben zich dan vooral gefocust op water- en klimaatproblemen bij hen in de buurt. En dit zijn de beste teams uit de regio die dus uitgenodigd zijn op de finale dag om hun ideeën te presenteren. En hoe vind je het om hier te zijn? Leuk. Wat vind je het allerleukste? Ook wel de proefjes, maar ook wel de presentatie. En kon hij goed uitleggen wat de optische illusie is? Ja. Fijn. Dat is fijn om te horen, hè?